Dat is jammer gevonden dat. Aan het begin speelde hij heel veel piano, live. Maar dat heeft hij, vond hij eigenlijk niet zo leuk, want hij heeft weinig contact met het publiek. Speelde dus later heel weinig nummers waar hij aan de piano werd gespeeld. Ja, gewoon. Ik ken niet veel, ik ken eigenlijk niet. Eigenlijk best wel slecht. Maar... Nou ja, dit is gewoon. Ze hebben zoveel gemaakt. Kom op. Dat is wel zo. En vooral die eerste albums. Albums, ja, ik weet niet. Ze hebben ze op een gegeven moment, daar kwam ik ook achter. Ja, op een gegeven moment hebben ze ook een liedje over Jezus gemaakt. Echt? En op deel 1. Oh. Op deel 1. Ja. Dat vond ik ook wel vaag. Ja. Hé, hey, zelfs Queen heeft wat. Oh. Ja. Dat wist ik ook niet. Ja. Nee, wist ik ook niet. Nee. Het is wel een geinig liedje, maar. Hoe heet die? Gewoon Jesus. Ja, echt? Oh ja, die heet ook. Nice. Dat is ook wel. Dat is ook wel, ja. Ja, maar het is ook wel gewoon een geinig liedje, maar. Met in dat middenstuk op een gegeven moment ook van. Krijg je ook een soort gevoel van dat je niet mag zijn wie jezelf bent en dan is wel geinig ook. Toch wel, ja. Dus dat gewoon is... dat hele sfeer van, ja. Nou ja, gewoon beetje, mooi. Ja, gewoon jezelf zijn. Sfeer jezelf zijn. Ja. En ontdek ook hoe jezelf, want dat is ook een ding. Denk ik. Ja. Hoe weet je wie. Ja, maar ja. Dat is ook een ontdekking. Ja. En jezelf ook, waar jezelf, jezelf mogen zijn. Dat vooral. Want dat, ja. Dat is ook een dingetje. Grootste vijand van jezelf. Van jou ben jezelf. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat zelf natuurlijk heel vaak in de weg. Dat is lastig soms. Ja. Nou ja, je hebt een heel leven. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar ja, ja, soms weet je dat het gewoon snel en snel tegenwoordig. Ja, nee, dat ook. En heel veel druk van allerlei kanten. En dan heb je vaak weinig tijd om jezelf te ontplooien, zeg maar. Of te ontdekken. Of te ontdekken. Ja. En loop je zelf een keer tegen, dan? Ja, ook als meegemaakt. Ja, of niet? Ja. Nu een beetje eigenlijk. Oké. Okay. Zo. Dat is lastig nu. En dan helpt Queen? Ja, muziek helpt sowieso. En Queen helpt eigenlijk altijd. Hoe ik me voel, als ik me goed voel, zeg Queen. Maakt niet uit wat de vraag is. Dus Queen nee, is het antwoord. Queen is het antwoord. Dat is echt zo. Ja, ja voor mij absoluut. Ja. Dan moet ik zeggen, af en toe kan gewoon. Ja, de nummers kun je gewoon lekker nadenken. En sommige nummers word je gewoon echt vrolijk van en energiek. En ja, sommige nummers zijn dus wel een beetje meer te huilen. En met muziek helpt mij wat meer die emotie te voelen dan. Ik kom wel meer in contact. Live. Ja. Twee. Ik heb er twee. Dit is de tweede. Keep Yourself Alive. Hoe kun je nou, dit is top 10. En dat is echt een van de eerste nummers. En ja, het is ook een goed nummer. En ja. Het is gewoon ook gewoon energiek. Ja, en dan vind ik het live toch net iets mooier. Ja. Er zit dan toch meer iets van. Ja. Maar ja, dat is ook wel logisch, want je moet het goed doen. Ja. Dus er zit nog meer. Ja. En dat willen ze het publiek meetrekken. Ja. Dus dan moet het ook, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja. Ik ken hem heel, ik ken hem wel goed van album, versie met live. Ik weet niet of ik hem ook live heb. Hetzelfde album als Live Killers. Ja, nee, oké. Dus dat. En dat Live Killers is dat één concert? Of is dat verschillende concerten? Voor mij is het één tour. Ja. Maar verschillende concerten, maar dat vind ik niet zeker. Oh, oké. Okay. Nee, want ik heb het laatst namelijk CD's op. Hoe je het ruim is niet echt gelukt. Oh, die is ook wel leuk, even draaien. Ja, nee, maar dat zijn hier eigenlijk open. Ja, maar dat waren dus allemaal van die gebrande CD's. En dat heb ik in de tienertijd heb ik gemaakt. Mm. Er zijn blijkbaar ook heel veel Queen liedjes op. Oh ja. En een van de dingen was dit. Oh ja. Toch, oh ja. Oh ja. Dat had ik toen toch goede smaak. Dat is wel fijn dat je het van jezelf kunt zeggen. Ja. Dat is toch fijn, niemand moet doen. Ja. Het wel komen zo. Nee, goed. En het tekst klopt natuurlijk ook, weet je, keep yourself alive. Je moet het zelf doen. Moet je zelf doen. Ja, niemand gaat voor je doen. Niemand, nee. Nee, dat vind ik wel mooi. Ja, dat vind ik een mooie tekst. Ja. Keep yourself alive. Ja. Hij is een keer boos geworden, dat is niet. Ja? Dat is niet genoeg meer, hè? Nee, dat was deden ze Jim White Rock. Ja? En hij ging dus niet meeklappen dansen of zo. En ja, kom op, move it, you fuckers. Echt waar. Ik ben een soort van
Van het beeld, ja, vind ik wel leuk. En die gitaar natuurlijk.